Hallo back Legion en welkom bij een nieuwe part van Aperture Tag. De game was net gecrashed. Meestal als ik altijd opging om te editen even snel, dan crashte de game. En daarom spawn ik hier weer en is alles redelijk gereset. Niet dat heel veel van merkt, maar ik heb zo net ook de oplossing opeens. Ik liep er langs en denk, tuurlijk wat ben ik dom geweest. Ik moet die gel erin gooien. Super simpel. Die gel moet erin. Ik moet namelijk al die gel hierin schijten. Ik bedoel, in spuiten, dat klinkt natuurlijk niet veel beter. Al de gel hierin stoppen. En dan moeten wij... Stop! Kijk, en dan kunnen we daar bouncy doen. Alleen dan moeten we het nog een keer doen. Kijk! Het was zo makkelijk! Het was zo makkelijk. Maar om onbekende reden vond ik het heel moeilijk om erachter te komen. In de vorige part. En dat is voor mij dan wel 5 minuten geleden. En waarschijnlijk hebben jullie weer van alles in de comments gezet. Zoals jullie het meestal doen. Wat geen nut heeft. En wat de meeste van jullie ook weten. Maar dat is een ander verhaal. Stop. Land. Yay. Oké. Okay. Nou moeten wij die kubus ophalen daar. Doei. Wow. Ik neem aan dat hij dat doet, ja. Okay. Oh my fucking god. Ik drukte op oppakken van de kubus, niet op boom doen. Ik heb er nou wat er nog niet makkelijker van. Want wij kunnen niet bouncen. Die kubus wel. Maar wij niet. En een probleem. We kunnen hier niet doorheen. Zie. Kijk. Want dan krijg je dat. Die dingen vinden dat om lekker achter. Dus. Nou moeten we alleen nog een manier hebben. Die hebben wij. Bedenk het maar. Die hebben we. Blijf liggen. Blijf liggen. 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 Oh ja, ik leg jou hier wel neer. Weet jij. Al wel, zou dat werken? Dan moeten we daar uitvallen en dan moeten we die kubus. Dat wordt moeilijk. En grappig. Tegelijkertijd ben ik bang. En ook heel interessant wordt dit. Ik denk dat het misgaat namelijk. Maar we komen maar op één manier achter door het te doen. Door te proberen. We moeten hier even blauw maken, zodat we kunnen bouncen. Maakt niet uit dat we niet hier wat kunnen doen. Kut. Zooi. Nee, kut. Want wat ik wou doen is die kubus oppakken en weer terugvliegen naar boven. Om die kubus erin te keilen. Dat was mijn idee. Maar dan moet dat wel werken. En dat kan niet met een bouncing kubus. Dat is het probleem. Stop met bouncen. Want zo gauw als hij daardoor gaat, zijn we de lul. En hij moet daar naartoe. Dus dit wordt een zeer leuke en lastige opgave. 100%. Dat dit een kut ding wordt. Om te doen. Wacht, die kubus kunnen we ook er bovenop gooien natuurlijk. Maar het heeft geen nut. Kutzooi, dan moet ik die kubus eraf halen. Nee, dat geloof ik niet. Laat maar, we drukken hier wel op een knopje. Kijk, ik ook soms met mijn geniale ideeën die totaal niet geniaal zijn, maar die ik zelf dan heel geniaal vind. Zoals dit. Dat was heel dom om te doen. Stop! Het bouncje. Ja, deze kunnen we ook gelijk al wegkeilen. Want dat werd hem niet. Ik had hem niet blauw moeten spreiden, dat was een beetje dom. En we moeten er gewoon eentje in die beam kunnen krijgen. Maar ja, dat is ook deels het probleem, want dat krijgen we niet echt voor elkaar. We kunnen die niet meenemen hier naartoe.
namelijk. We moeten zelf daarheen, volgens mij. Of ik heb gewoon weer een heel stom iets gedaan, maar volgens mij niet. En ik zie niet echt een weg dat wij naar boven kunnen of zo. Makkelijk. Oké, nou komt het hem. Ah. Nou gaat het gebeuren. Oh, kut. Nee. Oh. We gaan er hier even uit. Zo mooi dat het ook gewoon zo weggaat. Stop mijn bouncer, please. We moeten dus die kubus pakken. En bouncer. Oké, dit is geen ramp. Geen fout. Dat klopt. Bounce, vlieg. Laat los. En zelf doorheen. Ja, stop mijn bouncer. Oké, dat is allemaal prima. Dan moeten we alleen even zelf naar het knopje toe lopen. Yeah, we did it! Ik ben heel blij nu. Zo, dat zit er vol. En dan zou hij echt net daar weer op landen natuurlijk. Zo, dat zie ik mij dan wel weer gebeuren. Dat hij hier op landt en dat hij zo boom, bounce. Yes! We finally made it! Oké, de laatste. Dit wordt de laatste. Ik hoop dat het je met je denken helpt. Ook, ik ben niet verantwoord om de Aperture Science officiële nomenclatures in acronyms nu. De vast size of a nomenclature? What the fuck is dat allemaal? Because we are near the end of the test, of course. Aha, dat had ik al gemerkt. Dat we bij het einde zijn. Want het is 9 van de 9. Ik ben zeer benieuwd wat voor einde hij eraan heeft gemaakt. Of zij eigenlijk. Dat het meer een groep was die het heeft gemaakt. The last puzzle chamber. Yay! Final picture. Oh god. The maybe not so grand finale. Oh, dat belooft al. Veel goed, niet echt. Oh, dit wordt een ramp. Een ramp. Oké, fuck die Amerikaanse vlag. Dat is heel veel blue paint. Ik vraag me af wat de fuck ik moet doen. Laten we eerst hier met naartoe vliegen. Aha, ik heb geen idee. Ik roep gewoon aha omdat het leuk klonk. Nou hebben we beide nog, moehahaha. Maar ik weet nog niet wat ik ermee moet. Ik moet eerst een kistje hebben, maar waar valt een kistje uit? Oh daar, motherfuckers. Allee, dus we moeten wel eerst. Ik loop weer te ver naar voren, zoals meestal. Ja. Oh wacht, we kunnen via hier naar boven, ja. Oh my fucking god. Ja, soms is mijn concentratievermogen echt nul. I'm guessing someone from civil engineering is gonna get sacked soon. Alhoewel. Waarom vliegen wij hier niet op? Ah, nou wel. Yay, we did it. Wat doet dit? Ah, dat is toch daarvoor. Perfect. Waarom is dat perfect? Omdat wij nou geen gekloot hebben. Wat doet dit? Oeh, dat doet dat. Oh, ik haat dit. Oh god. Fucking oranje paint. Motherfuckers. Oh ja, nog geen checkpoint ook, hè. Zo, what the fuck gebeurt er daarmee? Please bounce deze kant op. Dat is niet deze kant op. Oh, dit is veel te hoog, joh. Oh my god. Bounce hierheen? Mwahaha! Skills. Zo, dat scheelt. Kunnen we hier doorheen? Kan ik hier doorheen? Please. Zonder dat het ding kapot gaat. Volgens mij wel.
Ja. Nee! Ja, dat kon trouwens. De ja was voor ja, dat kan. De nee was voor nee, we gaan dood. Om het even duidelijk te houden. Kom deze kant op gebounced, please, ja. Lief, zijn. Dat is niet deze kant op. Oké, ik snap dat we het over het algemeen zou je kunnen zeggen van te sneller om dit ding op te halen gewoon. Mee eens, op een manier is dat sneller, ja, in theorie, maar ja, ook weer niet. Oké, misschien ook wel. Waar de fuck vlieg jij heen? Ah, we hadden hem bijna kunnen hebben. Oh my god! Oh my fucking god! Wat de fuck was dat allemaal, jongen? Maar kijk, waarom zouden we moeilijk doen? Nee! Oeh, waarom zouden we moeilijk doen om hier te komen? Terwijl we gewoon daarop kunnen springen overal. Waarom zouden we helemaal via daar moeilijk gaan doen? Dat snap ik dus niet. Misschien alleen omdat. Nou, ik ben bang dat hij gaat bouncen. Ja. Dat is de enige reden waarom we dat zouden doen. En waarom die nou niet meer fucking clean is, kut hoor. Omdat we dan onze kleuren kwijt zijn. Dus we moeten wel door die fucking beam heen. Denk ik. Oh god, game. Ga je me nou echt zo hard vernachtelen? Oké, kan ik echt dood door die beam? Nee. We spawnen elke keer hier. Dat is echt kut. Dat is echt kut. Blijf hier staan. Dank u. We moeten dat ding toch, of we moeten zelf hier naar binnen komen. Maar hoe krijgen we dat ding hier dan? Dat is een goede vraag. Kunnen we überhaupt, nee, we komen niet eens in de buurt van dit ding volgens mij, of wel? Kan. Redelijk. Kijk, maar hier kunnen we niet doorheen schieten. Via daar zijn wij oranje kwijt. Niet dat dat echt uitmaakt. Jawel trouwens. Dat maakt wel uit. Maar. Tuurlijk! Oké, Eureka, ik snap hem. Ik weet hem. Ik weet een manier, laten we het zo zeggen. De manier die ik de vorige keer ook heb gebruikt. Dat was zo en zo. Stop met bouncen, oh my fucking god. Ah, maar de manier is goed. Oké, okay, we zullen het hier even sneller maken, en anders duurt het zo lang. Help, niet door de gat. My fucking god! Waarom spring je af en toe niet? Ik ga rage op die game, dat moet niet, dat is niet leuk. Nee. Kubus hier. Oh, for fuck's sake, schijn ik aan. Oh god, dan halen we die rand weer niet en zijn we weer dood. Dit is echt een kut save point trouwens hier. Dat is echt een kut save. Oké, ik flikker jou wel hier neer. Ook goed. Oh my god, spring dan. We stonden op een blauw en dan springt hij niet. Game, ik wil niet rage op jou. Ik vind jou wel leuk om te spelen, maar werk mee. Dank u. Jij moet helemaal opbokken. Jij moet een kut... Oh, for fuck's sake. Dat was mijn eigen fout. Oké, dat was mijn eigen fout. Maar dan nog. Het is allemaal die gameschuld dat we in de eerste plek hier al 600 keer weer overdoen. Oké, nou hebben we tenminste beide kleuren weer terug. Maar wat nu dus belangrijk is... Naast dat wij hier even snel gaan rennen en... Please vlieg. Is dat als wij hier bouncen. Yes! Kijk. Haha, eindelijk. Hè. Kijk, want hier doet hij niet wat op. Yay! Oh ja, we kunnen via hier kunnen we erdoor.
We zijn ook om waar we terug. Waarom heb ik dat net niet gebruikt trouwens? Oh my fucking god. Echt, ik en mijn geheugen soms. Zijn niet de beste vriendjes. Platform. Hey platform. Uh-oh. Nee! Oef. Ho! Motherfucker. Hey, jij drinken! Het drinken is een leugen, sowieso. Het was orange, hè? Dat die moet dat zijn. Turret. Helemaal niet turret deploying, hoor. Je moet er gedeployed. Had je bakkers. Zo, die vliegt mooi naar binnen. Dat ziet er schattig uit. Hooray! Hallo, turret. Wij willen drinken. Ik wil een can met oranje. Fire, ja, sowieso. Cake! Hey! Yay! Drinken! Ik weet niet... Alweer? Portal! Nee. Oh, I wish there was something I could do to save you, but you should know by now. Testing protocol. I've looked into it, and this one does have its good reasons. So, there's nothing I can do now. I will always remember you deeply. Nou, deze keer niet, nee. Bij die andere oude... volgens mij was het Portal 1, of Portal... In Portal 1 was het, ja, volgens mij. Dan kon je hier wegspringen. Dan moest je hier zelfs wegspringen met Portal. I know. There's this loophole that I can apply so that there's no reason for you to... die. A loophole? Oh, oh my fucking god. I guess I'll just pick another test subject at random. Test subject. Oh god, wat een oranje. Roodachtig. Help! Dat was rood. Dat was het einde. Oké. Okay. Verrassend einde. Had misschien ietsje beter gekund, weet ik niet. Het was zeker wel leuk. Het is ook wel leuk dat ze weer terug naar Portal 1 en 2 zijn, maar gingen met heel veel dingen. Dus dat was zeker heel erg leuk. Goed bedacht ook. En ja... Best een goede mod eigenlijk voor Portal 2. Ik wil niet zeggen dat die 6 euro waard is. Ik heb natuurlijk ook 4 euro nog iets wel betaald of zo, maar dan nog. In de aanbieding zomaar. Maar 6 euro zou ik hem niet geven, maar voor 2,50 of zo, ik noem maar wat. Met een Steam sale is het zeker wel leuk om hem even mee te nemen. Omdat het gewoon, gewoon een grappige game is. Die het doorspelen zeker waard is. En met gel spelen is sowieso altijd leuk. Ik had niet altijd mijn beste dingen erbij trouwens. En die muziek, dat is niet lief. Safe game, dank u. Ah, en dan kun je ook gelijk zien. Dus op 17 juli opgenomen dit. Stop, muziek, uit. Doe, sst. Komt er nog iets achteraan? Naar Pink Video. Steamworks, dank u. Nog meer, Source, nee. Klaar, please. License, wat voor Nvidia? Oeh, yay, Nvidia. Thank you for playing. We hope to enjoy playing and much enjoy making it. Sowieso. Dat zeker. Maar ja, het ging niet altijd even best met mij en mijn puzzle skills. Maar hey, dat hoort erbij. Dat is het punt van puzzelen. Daar gaat gewoon eens wat mis. En overal vond ik gewoon een leuke ding. Dus ik hoop jullie ook. Als je het leuk vond, geef een dikke thumbs up, delen met je vrienden en... Zet hem in je favorieten. Zet in de comments ook even wat je van de serie vond. En van de mod in principe. En dan zie ik je weer bij een andere game. En een andere serie. Laters.